Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij... Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 12 oktober. Zo, ik lijk net zo wit als mijn shirt. En ik ga weer beginnen met een nieuwe weekvlog. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze video. Ik moet nu naar school. Ik heb vandaag mijn laatste stagedag van de stageweek. Zo, dat komt wel wat minder. Dus ik doe even nog snel mijn ringen om, mijn tas pakken. En dan moet ik echt gaan, want het is al 15:15 en ik moet er om 20:00 zijn. En het is nu 17:45. Ik ga hem niet om. En vanavond ga ik even lekker uit eten, waar ik super veel zin in heb. Dus ik ga nu met de auto naar stage. Oké, ik ben klaar met stage. Het is inmiddels 16:30 alweer. Het duurt altijd wat langer, omdat je natuurlijk even moet nakijken en allemaal dat soort dingen. Maar ik zit nu in de auto. Ik ben onderweg lekker naar huis toe. Ik ga straks lekker uit eten, dus daar heb ik super veel zin in. Wat wil ik nog zeggen? Dit was dus het einde van mijn stageweek. Ik heb echt zoveel geleerd, maar het is zo intens veel. Gewoon allemaal bij elkaar. En moet ik dit weekend werken? Ja, ik moet morgen werken en zondag eigenlijk ook. Maar dat komt goed. Ik ga vanavond in ieder geval lekker uit eten, waar ik echt heel veel trek in heb. Oké, het is alweer een tijdje later. En ik heb me helemaal klaargemaakt, want ik ga zo dus uit eten. En ja, wat ik aan heb is een top van de Zara. Die heb ik nog nooit aangehad. Omdat ik me een beetje een dienstmeisje of zo in voel. Ik weet niet wat ik ervan vind. Maar ik ga nu even Yves en Am ophalen. Ja, dat dus. Volgens mij ben ik echt een beetje wit. Het lijkt me zo. Dus ik ga nu lekker weg. Oké, ik zit in het restaurant. Ik heb net Yves en Am opgehaald. Hebben jullie er zin in, meiden? We zitten bij de City Hall in Wijnen, voor de mensen die het willen weten. En gaan we voorgerecht nemen, ja of nee? Waar zijn de voorgerechten dan? Ja, dat is zelfs ook nogal. Zo'n kaashulpje, weet je wel, rustig. Ik zei... Wauw. Oké, het is vandaag zaterdag. En ik heb nog niet zoveel uitgevoerd. Ik heb net even bij de voetbal gekeken. En ik heb heel erg trek. Ik moet straks werken om 6:00. Dus ja, leuk. En morgen ook de hele dag. Gisteren was ik dus uit eten met Yves en zo. Volgens mij heb ik daarna niks meer gefilmd. En ik wilde dit weekend heel erg gaan leren. Maar je raadt het al, dat is er dus niet van gekomen. Ik ga nu de video editen, want de vlog zou gisteren om 4:00 online komen. Die is nog niet online. Dus dat eigenlijk. Voor de rest, geen idee. Misschien ga ik vanavond even met Eva. Maar dat is niet helemaal zeker. Want ik heb niet zo'n zin om uit te gaan. Dus we moeten even kijken wat we gaan doen. Groepen mis? Nee. Oh. Ja, denk ik waarschijnlijk ook. Waarom? Ja, lekker joh, lekker joh. Kom op joh. Goedemorgen, het is vandaag maandag en gisteren heb ik de hele dag gewerkt, daarom heb ik niet gefilmd. Maar ik ga nu weer naar school toe, na mijn stageweek. En echt een super druk weekend gehad, dus ook nog geen tijd gehad om de vlog online te zetten. Maar ik heb nu net mijn spullen ingepakt, mijn auto staat nog bij werk. Daar ga ik eerst naartoe lopen en dan ga ik pas naar het station toe. En na school moet ik weer werken. Ja, volgende week lekker vakantie, waar ik echt super veel zin in heb. En ja, dus ik ga nu nog even laatste spullen inpakken. En dan ga ik naar de auto toe. Oké, ik zit nu dus in de auto. En wat dus zo super irritant is, is dat mijn oortjes de hele tijd met de auto gaan verbinden. Dus nu hoor ik geen muziek. Maar oké. Ik begin straks met gym, bewegingsonderwijs. En dat is een beetje kut dat het aan het begin van de dag is. Want ja, ik voel je gewoon de hele dag vies. Even kijken. En daarna heb ik rekenen, taal. Het is vandaag donderdag. Welke datum zou het zijn? 18 oktober. En ik ben nu thuis. Zoals jullie weten, sommigen zullen dat weten, is er deze week geen video online geweest.
En dat kwam omdat ik gewoon een weekje geen zin had om te vloggen. Ik was wel begonnen. Misschien doe ik dat nog hier erin. Maar het liep gewoon echt niet. Dus ik dacht, dan kan ik beter gewoon weer beginnen als het goed gaat. En ik ben nu thuis. Ik heb vandaag een dagje vrij. Dus ik ga zo meteen met Eva. En ik heb me dus al helemaal klaargemaakt. Er zit nog wel mascara boven mijn ogen. Maar ik ga dus nu even mijn spulletjes inpakken. En dan ga ik naar Eva toe. Ik ben met Eva in de stad. En we zijn lekker aan het lunchen. Zin in? De camera ziet het zo maar echt niet mooi uit. Maar oké. Ik ben met Eve. Dat was ik eigenlijk al de hele dag. Dat ben ik de hele dag. En we hebben dus vanochtend hadden we even, vanmiddag bedoel ik, geluncht. Waar hadden we geluncht? Bij Dende, toch? Ja, Dende. Kijk, er zit hier gewoon een hele foundation vlek. Omdat ik dan mijn jas zo doe, weet je wel. En we gaan nu even een paar foto's maken. Ik moet straks oppassen. Wat is er? Liep ik door iets goors? Nee, ik liep door iets goors. Oh, oké. Dus dat. Goedemorgen. Is die scherp? Het is vandaag vrijdag en het is heel vroeg. Het is 7:30. Om 8:00 moet ik de trein hebben. Dus dat gaat nog wat worden. Ik ga nog even ontbijten. Ik heb echt heel erg buikpijn. En pijn aan mijn verstandskies. En ik heb mijn tas al ingepakt. Maar ik hoef dus nu alleen nog eventjes te ontbijten. En nog even een andere trui aan. Oké, we hebben net SpongeBob gemaakt en we zijn Patrick aan het maken. En dan kunnen we met deze app, we hebben een achtergrond gekozen. De achtergrond is dit. En als je hem dan zo houdt, dan kunnen we dus SpongeBob er zo in krijgen. Echt heel leuk. Oké, ik ben al een tijdje terug van school en ik was daarna was ik met Lieke en iemand uit haar klas, omdat ze een filmpje voor mij gingen maken. En daarna ben ik nog even langs de winkel geweest en heb ik een nieuw joyringetje gekocht. Kijk, ik hoop dat je het goed ziet. Ze waren nu maar €20, dus dat was super leuk. En nu ga ik chocolade pepernoot eten in bed. En even YouTube-video's kijken. Want het is lekker vakantie. En hier was ik echt heel erg aan toe. Dus ik ga nu lekker in mijn bedje liggen. Goedemiddag. Het is vandaag dinsdag 23 oktober. Ik heb geen idee hoe lang ik niet heb gevlogd. Misschien wel 4 of 5 dagen of zo. Het is niet dat ik helemaal niks heb gedaan. Maar het kwam gewoon even niet zo uit. Dus dan weten jullie dat. Dus ik ga ook alleen maar vloggen op de dagen dat ik het zelf wil. Mijn camera is leeg. Wat wilde ik zeggen? Ik heb vandaag gewerkt. En ik heb nu weer getrekt. Dus ik ga nu even wat eten maken. En ja, dat eigenlijk. Het is vandaag. Welke dag is het? Woensdag. Ja. En ik ben samen met Emmy. Ja, en we hebben net geluncht in de stad. Dat had ik eigenlijk net wel even kunnen filmen. Maar oké, we zijn dus in de stad. Ik kan ook daar misschien foto maken. En ik wil heel graag even een nieuwe Insta-foto, alleen mijn camera is leeg. Oké. Dus, ja, dat eigenlijk. Ik weet echt niet waarom ik nu eigenlijk ga beginnen met vloggen. Wat is er? Hij is niet scherp. Scherp stellen alsjeblieft. Oké, Im en ik zijn nu alweer klaar in de stad. We zijn er nu alweer klaar mee. We rijden nu weer naar huis toe. En ik heb 2 dingen gekocht. En we gingen eigenlijk kijken voor jou, Im. Maar ja, ik kan niet altijd alles hebben. En dan ga ik voor het eerst even leren deze vakantie. Lijkt me wel een slim idee. Oké, ik ben terug uit de stad. En ik heb gelijk even mijn pakketje opgehaald bij de Hoogvliet. Want die was daar afgeleverd. Dus dat. En het is het pakketje van Happiness Boutique. En dat is de eerste keer
dat ik daar een pakketje mag van ontvangen. En dit is dus het merk. Het zit in zo'n super mooi doosje. En het is gewoon gratis voor zending wereldwijd. Dus dat is echt super chill. En ik heb dus twee kettingtjes uitgekozen. Die ik echt zo leuker uit vond zien op de site. En dan zitten ze er nog van dat leuke papier. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. En ik zal ook de website even in de beschrijving linken. Want je kan dus ook sparen voor extra cadeautjes en zo. Dus dat is super leuk. Kijk, je kan ook oorbellen en allemaal armbandjes. Oh. Maar ik heb in ieder geval twee kettingtjes. Dus die ga ik even omdoen en dan even aan jullie laten zien. Dit is de eerste ketting met twee van die kleine schattige hartjes. En deze vind ik echt heel erg leuk. Gewoon heel simpel, maar echt heel mooi. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik had ook nog 10% korting bij mijn kortingscode. Ik zal ook even het andere kettingje omdoen. En dit is de andere ketting. Deze vind ik ook echt heel leuk. Dit bestaat dus uit twee van die kettingjes. Ze hebben ook nog een YouTube kanaal. Dan kan je zien hoe je alles kan stylen.